De Oosterschelde is het grootste nationaal park van Nederland en een prachtige dynamische wereld waar het getij nog heerst. En dat brengt een enorme dynamiek en leven met zich mee. Als het laag water is, komen de platen en de slikken van de Oosterschelde vrij en dan krioelt het hier van het leven. Nou, daar komen de vogels op af om daar hun buikje rond te eten. De Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels, dus die op hun trekroute langs de Oosterschelde komen en het als tankstation gebruiken om even kracht te krijgen en op te vetten voor hun reis. Er zijn vogels die de Oosterschelde als winterverblijf gebruiken. En er zijn ook vogels die speciaal naar de Oosterschelde toe komen om te broeden. Vandaag gaan we kijken waar nu die vogels naar de slikken en de platen op afkomen. En ik ga samen met jullie kijken wat we in dat slik allemaal kunnen vinden. Dit is dus zo'n lekker hapje waar die vogels op afkomen. Zoals bijvoorbeeld de scholeksters die met hun snavels in het slik pikken om deze zeepieren eruit te halen en die lekker op te eten. Daar hebben we dus het hapje waar de vogels op afkomen. Ah, kijk, dit is leuk. Het groot zeegras. Vroeger kwam dat massaal voor hier in de delta. Nu is dit nog de enige groeiplek in de delta die over is van dit groot zeegras. Wat dus bij laagwater ook op de slikken ligt en bij hoogwater onder water staat. Het voorkomen van rotganzen rond de Oosterschelde, daar kun je eigenlijk nog heel mooi dat patroon zien waar vroeger het groot zeegras voorkwam. Dus die zijn trouw aan hun locatie waar ze ooit het groot zeegras aten. Hey, kijk, daar hebben ze. We staan hier op de tweede locatie van vandaag, bij een afgesloten dijktraject op een nog echt rustig plekje langs de Oosterschelde. Dit dijktraject is afgesloten om de vogels tijdens hoogwater rust te geven en om te broeden. En vandaag gaan we kijken of er hier op de dijk vogels zitten te broeden. Ik heb hier afgesproken met boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. Hey Paul. Hey Wilco. Wat gaan we doen? Op zoek naar de bombeekplevier. En? De scholekster. De scholekster. Hopelijk gaan we hem zien. Op deze plek zit dus een nestje van een bombekplevier. Dat is heel uniek. In Nederland zijn maar zo'n 300 broedparen van de bombekplevieren per jaar. 50% broedt daarvan in de delta en de overgrote meerderheid daarvan langs de Oosterschelde. Voor de bombekplevieren is van groot belang dat er rust is rondom de nestjes. Normaal zouden we op een excursie ook nooit een nest kunnen laten zien. Maar door deze bijzondere omstandigheden wil ik jullie één keer een nest laten zien. Juist om te laten zien hoe kwetsbaar het is en hoe het gewoon open en bloot tussen de stenen ligt. We gaan er gauw naartoe en ook weer gauw weg, want we willen de vogel zo min mogelijk verstoren. Hier zie je de eitjes van de vogel liggen, gewoon tussen de kale stenen op de zeedijk. Bij een van de Oosterschelde strandjes, ontzettend kwetsbaar. Als je het niet weet, vallen ze helemaal weg in de omgeving, zou je ze gewoon plat kunnen trappen. Bovendien moeten ze ook altijd nog waakzaam zijn of er geen kraaien of andere predatoren in de buurt zijn. Ja, hij zit weer op zijn nest. Mooi. Nou, toch super dat we op die manier zijn steuntje in de rug kunnen geven met het afrasteren van die strandjes in de Oosterschelde en de nesten. Ja, hij zit veilig binnen het raster. En op 8 verschillende locaties hier rond de Oosterschelde hebben we rasters geplaatst om juist dat soort kwetsbare vogels als het bombekplevier en de scholeksters te beschermen. We staan hier aan de rand van de Oosterschelde. Rechts van mij zien we inderdaad dat het inmiddels laag water is geworden. De platen en slikken vallen droog en dat betekent dat het wegrestaurant voor de vogels geopend is. Alle vogels zitten zo'n beetje nu op de roggeplaat. Dat is de grootste en meest voedselrijke zandplaat van de Oosterschelde. Daar vinden ze hun voedsel. En als het straks weer hoog water wordt, dan spoeden ze allemaal naar de gebieden hier links van mij. Dat zijn de natuurgebieden in Planturenluur. Zo'n 1300 hectare robuuste natuur. En daar vinden ze hun plekje als het hoog water is. En een aantal zoekt zelfs die natuurgebieden niet op, maar komt hier zelfs aan de rand van het water een plekje zoeken. Om zo min mogelijk energie te verspillen. En hier wachten ze dus eigenlijk tot het water in de Oosterschelde daarna weer terugtrekt en de voedselrijke zandplaten en slikken weer droog vallen. Paul, een aalscholver. Oh ja. Kijk, aan het vissen. Kijk, dat is volgens mij wel een topvisser, want volgens mij slikte die net eens weg. Ja, volgens mij ja, zie ja. Ik ja, 3 superschattige kuikentjes, Wilco. Fantastisch. Ah, super. Hoe lang zijn ze al uit het eilandje? Nou, deze zijn nog geen week oud. Nou, dit was hem voor vandaag. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoop dat we jullie binnenkort ook weer live in de Oosterschelde mogen ontvangen en dat jullie zelf mogen genieten van dit prachtige gebied. Er valt hier altijd nog wat te ontdekken. Zelfs als je er jarenlang rondloopt, blijft de Oosterschelde elke dag verrassen. Welkom allemaal.